Hallo Lisa. Wat leuk dat je ons uitgenodigd hebt op de boerderij. We hebben er echt naar uitgekeken. Ja, echt wel. Ik kon gisteren helemaal niet slapen. Van opwinding zeker. Ja, nou ja, ik vind het leuk hoor om mijn speelkameraadjes hier op de boerderij te hebben. Heb je ook een koe? Lisa, Sarah, kijk, hier zijn de kippen. Laatst gingen we proberen ze te vangen. Was dat gelukt, Sarah? Volgens mij niet, hè? Ja, helaas niet. Ze waren veel te snel. We kunnen het nog een keertje proberen, maar ja, ze zijn wel heel snel. Het is mij nog nooit gelukt. Oké, we proberen het. Nou, heel rustig. Misschien lukt het dan. Oh, maar nu zijn ze weer weg. Hè? Ja, dat zei ik toch. Het is niet zo makkelijk. Ja, ze zijn echt supersnel. Hey Lisa, kunnen we ook hier over deze loopplank lopen? Ja, natuurlijk, als jullie willen. Kom, Sarah. Wel voorzichtig zijn, Sarah. Ik ben hier bijna gevallen al. Sarah, Julian, we blijven jullie. We komen. Ga jullie maar naar binnen. Ik doe zo meteen het deurtje dicht. Jullie mogen niet achter de koe gaan staan, want anders schrikt hij. We moeten hem vanaf de zijkant benaderen. Oké, dan sluipen we dus vanaf de zijkant... Nee, niet sluipen. Oké dan. Dus hij mag niet schrikken? Nee, anders schrikt hij en dan loopt hij weg. Goed om te weten. Mag ik als eerste, Lisa? Ja, maar wel voorzichtig. Je kunt zijn kop aaien. Oh, hij is echt schattig. En zijn huid is zo zacht. Ik wil ook. Oh, die voelt echt pluizig aan. Hey Lisa, welke is eigenlijk jouw lievelingskoe? Die daarachter, dat zwarte kalfje. Ik laat het zien. Ik had laatst op tv gezien hoe iemand op een koe ging rijden. Misschien ga ik dat ook eens proberen. Oh, volgens mij was dat geen goed idee. Julian, wat doe jij? Dat was grappig. Nou, Julian, wat doe je? Gelukkig ben je zacht geland. Ja, heel zacht. Is dit hooi? Nee, stro. Oh. Kinderen, wie van jullie wil vers gemolken melk? Ik. Julian, waarom zit je vol met stro? Geen idee. Nou ja, goed. We gaan gezellig melk drinken. De melk was echt lekker. Bedankt. Ja. En hoe was de dag op de boerderij? Super. Ja, was echt heel leuk. Hey mensen, over 2 weken ben ik jarig en eigenlijk wil ik mijn verjaardag vieren hier op de boerderij. Willen jullie ook komen? Natuurlijk. Joepie. Dit was echt een leuke dag. We zien elkaar dan wel weer op je verjaardag. Ja, ik heb er nu al zin in. Wil je dan nog iets bijzonders hebben? Nou ja, gewoon dat jullie komen. Oké, hartstikke leuk. Tot dan!